Wat de fuck gaat Marije nou weer doen? Ze gaat echt te ver met die experimenten. Hallo, wat tof dat je weer kijkt naar deel 2 van dit experiment met LSD microdosing. Heel belangrijk, heb jij deel 1 van dit experiment nog niet gezien? Doe dat dan alsjeblieft, want daarin geef ik heel veel waardevolle informatie en leg ik uit waarom dit absoluut geen drugspromotie is. Bovendien snap je deze video dan waarschijnlijk ook niet. Voor de mensen die hem wel hebben gezien, even een kleine geheugenopfrisser. Gaan we daarna gelijk door. 1. Mensen gebruiken LSD microdosing om zich lekkerder te voelen, beter te presteren op werk, productiever te worden en creatiever. 2. LSD is vooralsnog illegaal, dus ga er alsjeblieft niet zelf mee aan de slag. Oh, kijk die nagellak nou, wat erg. 3. LSD is fysiek absoluut niet verslavend, maar je kunt er wel emotioneel afhankelijk van worden. 4. LSD is mogelijk een goed alternatief voor andere stoffen in bepaalde medicijnen voor ADHD of ADD. Maar daar kan niet echt onderzoek naar worden gedaan omdat het vooralsnog illegaal is. 5. In deel 1 van dit experiment hebben Max en ik waarschijnlijk net echt een microgrammetje te veel gebruikt, waardoor we eigenlijk ook wat negatieve bijwerkingen ervaarden. Zoals bijvoorbeeld slapeloosheid. Ik heb heel slecht geslapen die weken. Maar ik wil dit experiment goed doen en daarom heb ik besloten om nog 2 weken door te gaan ermee. Let's go! Goedemorgen jongens! Vandaag shotje 1 van deel 2 van het experiment. Ik moet zeggen, deel 1 heeft al best wel veel reacties opgeroepen. Heel veel positieve, daar was ik stiekem wel een klein beetje verrast door. Mensen bijvoorbeeld die medicijnen voor ADD of ADHD slikken. Die tips en ervaringen met elkaar uitdeelden. Echt heel gaaf om te zien. Uiteraard ook genoeg negatieve comments. Mensen die het niet begrepen of niet wilden begrijpen. Of al een oordeel hadden voordat ze de video überhaupt hadden gezien. Geef niks, dan klik je lekker door naar de volgende video. Iedereen blij. Ik ben heel benieuwd wat deze weken me weer gaan brengen. Zo, goedemorgen jongens. Even een korte update. Het is namelijk dag 3. Ik heb maandag mijn shotje genomen en het is nu woensdagochtend. En ik heb al 2 nachten goed geslapen. Yes! Dat is wel echt het belangrijkste gewin geweest voor nu. Ik ben blij dus. Kijk maar blij zijn. Goedemorgen vanuit mijn nieuwe kantoortje. Nou, niet mijn nieuwe kantoor, maar het kantoor waar ik een bureautje huur, dat is die. We zijn gisteren verhuisd en het is nog onwijs een troep, maar het is wel een onwijs fijne plek. Heeft verder niks met experimenten te maken, maar hey, ik dacht, laat ik eens een update geven over andere dingen in mijn leven. Ik moet zeggen, het gaat goed eigenlijk. Ik heb gisteren weer een shotje genomen, de 2e. En heb goed gegeten, gewoon op de momenten dat ik normaal eet, heb ik nu gewoon ook gegeten. Ook als ik niet per se het hongersignaaltje, de hongerbellen gingen rinkelen. Dat is een betere strategie, merk ik. Ik heb ook alweer gewoon eigenlijk best wel goed geslapen. Alleen qua werk weet ik nog niet zo heel erg of ik nou daadwerkelijk verschil merk. Daar heb ik nog eventjes voor nodig. Dus to be continued. Goedemorgen mensen, het is maandag, dus tijd voor een nieuw shotje. Cheers. Nieuw, daar gaan we maar weer. Yo, ik ben in Boedapest. Yo, ik zeg nooit yo. Ik ben in Boedapest en we zijn hier voor opnames. En ik kom net in mijn hotelkamer aan. Het is best wel een chille kamer. Kijk, helemaal gezellig. Een soort van balkonnetjes situatie. Even cultuur opsnuiven. Ik heb vanochtend nog een... dit is de badkamer trouwens. Prima badkamer. Ik heb vanochtend dus nog een shotje genomen. Omdat ik benieuwd was of ik het tijdens het filmen... of ik dan ook iets merkte qua ja, creativiteit en energie en productiviteit en zo. Dus dat gaan we morgen meemaken. Het zit natuurlijk nog langer in je lijf, de LSD. Dus daar heb ik morgen ook nog... ja, profijt van, om het zo maar te zeggen. Ik heb vandaag heel erg mijn best gedaan om goed te eten, veel te eten, zodat ik niet te hangry word. Want dat is wel extra met die LSD. Ja, to be continued zou ik maar zeggen. Gotta move on.
Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre was ik productiever, creatiever, energieker vandaag dan de vorige keer? Top. Beter dan de vorige keer? Ik was een zoutzak. Jawel. Zag jou gaan met die toeristen. Ja, maar dat is niks, joh. Dat is talent. Daar kan je niks aan doen. Maar jij was vandaag echt top. Dank u. Ja. Wat denk je dat er gebeurt als je non-stop 2 weken LSD gebruikt? Ik heb geen idee. Ik ben helemaal niet thuis in het drugswereldje. En dat is maar goed ook. Ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik ben op zich wel geïnteresseerd. I don't know. Ik weet het niet. Misschien dat je er wel een soort van... dat je dingen ziet. Een soort van ruim denken. Nee, maar misschien dat je het merkt qua slapeloosheid. Geen eetlust. Het lijkt mij wel interessant ook om te weten wat voor effect het heeft op hardlopen. Ik loop zelf marathons en als het mij beter zou kunnen laten focussen tijdens trainingen, maar ook tijdens marathons, daar zou ik best wel geïnteresseerd in zijn. Maar ik weet natuurlijk ook niet wat LSD dan weer doet op het moment dat je intensief aan het sporten bent. Dus ja, dat. Wellicht dat je je er heel goed door gaat voelen, toch? In zekere mate? Zo'n beetje buiten de lijntjes. Goedemorgen jongens. Het is 5 fucking uur. 'S ochtends. Zei ik dat al? Goed. Goedemorgen. Ik zit in de lobby van de Tulip Inn in Eindhoven. Ik ga een shotje nemen. Eindelijk kan ik een songtekst uit mijn favoriete Lil Kleine liedje nadoen. Nee, dit is niet een drugspromotie, mensen. Zo. Oké. Nou, hallo. Dus dat en zo. Vanochtend moest ik er om 4 uur volgens mij uit. Toen ging ik al heel vroeg vliegen. Het is nu 10 uur. We zijn in Praag in het hotel al. En ja, ik zou nu natuurlijk best wel moe moeten zijn, denk ik. Omdat ik zo vroeg uit bed moest en dan met vliegen en zo. Dat is toch ook altijd wel... kost meer energie dan je denkt of zo. Volgens mij heb ik echt al 14 keer of zo gezegd. Sorry. Of zo. Ja, ik zou dus moe moeten zijn. Mijn lichaam heeft ook zoiets van... ja, ik zou nu moe moeten zijn. Ik weet niet waarom mijn lichaam een man is. Maar... dat ben ik dus niet. Dus dat is een beetje een vreemde constatering die ik nu heb. Maar dat wilde ik dus even met jullie delen. Ja, dat dus. Of zo. YouTubers be like... fotograferen wat de ander aan het filmen en fotograferen is en moeilijk man. We zijn inmiddels klaar met filmen, of in ieder geval met de meeste dingen die we moesten filmen hier. Ik moet wel zeggen, ik kom echt totaal niet uit mijn woorden vandaag. Ik weet niet wat het is, het werkt echt totaal niet. Ik ben elke keer van die Johan Cruijff gezegdes aan het oprakelen, maar dan... haal ik ze allemaal door elkaar en ja, misschien is het gewoon mijn dag niet. Misschien werkt de LSD niet goed. Misschien kun je het gewoon helemaal niet laten afhangen van één dag. Dat sowieso natuurlijk. Ondertussen Praag, wel een leuke stad trouwens. Ja, wel mooi. Vita, ik dacht ik bel jou. Ja. Want ik heb gehoord ergens dat jij een keer LSD hebt gedaan. Klopt dat? Ja, dat is wel een hele tijd terug. Toen zat ik nog een beetje in de experimentele fase met drugs en zo. Dus ik heb het 1 keer gebruikt. En ja, wat kan ik erover zeggen? Het was echt een hele bijzondere ervaring. Maar niet zo dat je denkt, ik doe het nog een keer. Ik vond het heel heftig. Dus daarom zou ik het niet meer zo snel doen. Ik had verwacht dat het iets van 4 uur zou duren. En het was ook een beetje mijn eigen schuld dat ik helemaal niet echt research ernaar had gedaan of zo. En het was 's nachts.
dat is ook heel dom eigenlijk, dat je het dan neemt. En dan in een bos ook nog eens. Ja, ik heb uiteindelijk heb ik dus 17 uur getript. En dat was echt gewoon veel te lang. En doordat het ook zo lang duurde, kreeg ik op een gegeven moment wel ook een soort van, nou ja, bijna een soort angstaanval. Dat ik dacht van, oh my god, straks blijf ik hier hangen. En ik voel me nog zo raar. Ik voel me nog helemaal niet normaal. En misschien blijft dit nu voor altijd. En daarom vond ik het ook wel, ja, af en toe dat ik op het randje zat, weet je wel. Mm-hmm. Nou, vroeg ik me heel erg af wat jij dus denkt dat er gaat gebeuren als je maar een hele kleine hoeveelheid LSD neemt. Nou, ik denk dat dat je misschien wat creatiever wordt. Mm-hmm. Omdat je toch dingen helemaal in zo'n trip, dan ga je dingen van een hele andere kant bekijken. En dan bekijk je alles vanuit een totaal ander perspectief. Dus ik denk misschien als je een kleine hoeveelheid neemt, dat je dat ook een beetje triggert. Dus dat je misschien op hele andere ideeën komt. Of ja, ik denk misschien dan. Ik denk niet dat je allemaal dingen gaat zien gelijk. Dat lijkt me heel vervelend in ieder geval. Ja, ik heb me oprecht een heel stuk energieker en gewoon lekkerder gevoeld de afgelopen weken. Ja, ik vind dat het mogelijk moet worden gemaakt om onderzoek te kunnen doen naar LSD. Zodat we het in de toekomst mogelijk kunnen inzetten op de juiste manier, zoals bijvoorbeeld in medicijnen. Nee, ik heb eigenlijk geen last gehad van de negatieve bijwerkingen die ik in deel 1 wel heel erg had. Nee, probeer dit niet thuis. Het is vooralsnog hartstikke illegaal en bovendien niet handig om zelf mee aan de slag te gaan qua doseringen en zo. Dus nee. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Laat dan een comment achter hieronder. Ik doe mijn best allemaal te beantwoorden. Tot volgende week! LSD is mogelijk een goed LSD is mogelijk een goed substituut. Nou, jeetje. Substituut. LSD is mogelijk een goed substituut. Jezus. Oké, wat is een ander woord voor substituut?